zijn vandaag op de Microsoft Tech Days. We gaan hier in gesprek met sprekers, standhouders en natuurlijk de bezoekers. Gaan jullie mee? Waarom heeft de Tech Days? Omdat ik hoop dat het interessant is en dat is nu toe wel. Dus Wordt het leuk. Om nieuwe dingen te leren. Om kennis op te doen. Het is een mooi evenement voor als je met Microsoft technologie werkt. Nou, we zijn even weer kijken naar de nieuwste ontwikkelingen en op dat netgebied, C-Sharp en dat soort zaken. Hè? Omdat wij vinden als Microsoft partner, een learning partner, dat we eigenlijk altijd hier moeten staan. Sowieso om onze klanten te leren kennen weer en bij te praten. En we hebben een drietal collega's die aan het spreken zijn. Dus dat vinden we ook leuk om die te begeleiden. En ik vind het als partner van Microsoft dat dit het event is waar je moet staan. So Blue is op de Tech Days omdat wij Xamarin willen promoten. Dat wij willen promoten dat wij mobile development doen. We zijn een expert op dat veld en dat dragen we graag uit. En dat is, dit is dan de perfecte dag om dat te doen. Sprong er iets tussenuit waar je denkt, hey, dat is echt interessant. Nou, ik had de sessie over C-Sharp 7 bijgewoond van Bart. En ja, omdat het voor mij allemaal nieuw was, waren er wel een hoop leuke dingen. Dus ik heb druk notities gemaakt van bepaalde technieken die ik kan toepassen. Dus ja, nee, dat vond ik erg interessant. I would say a couple of things. Tuples is a big thing. That's the ability to take multiple values and bundle them up together. Okay. So you can use them in collection types, you can use them as return types out of functions. A whole bunch of convenience features that just make the language more concise. Er sprong er iets tussenuit voor je dat je dacht? We hebben verschillende sprekers. Sommige sprekers zijn beter dan andere. En ook eentje die vrij nogal technisch was over security. Dat ging heel rap en heel erg ingewikkeld al. Was pittig. Yeah. Well, when we set up faster authentication, what's actually happening is the on-prem authentication agent makes a request for a certificate to Azure AD. So what happens now is we have a private key on-prem and we have a public key associated with that certificate in the cloud. We hebben het hier echt voor security, voor de firewalls. En de web application firewalls, inderdaad. Dat is de focus. En ik doe ook een presentatie straks om 4:15. Gisteren ook gedaan. Dus, en waar gaat je presentatie over? Security in the cloud, in de public cloud. Precies waar we hier voor zijn. Nergens anders voor. En we zijn ook de enige security vendor die hier aanwezig is. We waren partner van het jaar van Microsoft vorig jaar. Dus we zitten in een goede plek. Er sprong er nog echt iets uit voor je. Je dacht, daar ga ik meer mee doen. Ja, ik heb net een hands-on over gehad over Docker op Windows. En dat is wel iets wat ik verder kan gebruiken. Ja, vooral het idee over dat je kan deployen in containers. Het containerverhaal vond u erg interessant met Kubernetes en Docker. En... dat is toch wel nieuw voor mij, ja. Nou, wat je op dit moment ziet is eigenlijk als het gaat om containertechnologie, dat je steeds meer focus ziet richting zogenaamde Kubernetes-omgeving. Dus dat is de cluster orchestrator die Google ooit geïnitieerd heeft. Nou, de bedenker daarvan werkt nu bij Microsoft. En op die manier zie je dat het hele open source ecosysteem verder ook aangevuld wordt. Microsoft was een van de grootste committers ook op uiteindelijk die source code. Je ziet dat daar heel veel dingen gaande zijn. Je ziet dat Azure nu Azure Container Instances heeft gekregen. Dus eigenlijk alles met containers, zowel op Linux als op Windows. Ja, dat is op dit moment echt wel de belangrijke trend. Heb je een mooie sessie bijgewoond? Op zich wel. Een stukje over data storytelling in Power BI. Als Power BI developer zelf is het interessant te weten wat zij hier gangbaar vinden, hoe dat gepresenteerd wordt. En het is ook fijn om te zien dat dat overeenkomt met de manier waarop ik het doe. Er staan Raspberry Pi's met kleine webcammetjes met Windows IoT staan bij de ingangen. Eigenlijk gericht op de ingangen. En als het moment daar een gezicht op wordt herkend, sturen we door Azure in. Alle lege frames sturen we niet. En zo krijgen we dus elke keer plaatjes eigenlijk in Azure. En dan kunnen we met de Face API van Cognitive Services kunnen we dat analyseren. En dan zien wat erin komt. En dat sturen we dan weer door verder met de pipeline, met de streaming analytics. Kunnen we dat helemaal dan in een SQL database gooien en met Power BI bekijken. Well, I'm a product manager at Microsoft for Azure Service Fabric. And Azure Service Fabric is a platform that we use in Microsoft to build our own services out.
all the big services like Azure Databases, Cosmos DB are built on this platform. And then we give it to customers and we see them build fantastic services themselves, whether they're like IoT services or health services, and they can build a scalable distributed apps themselves. So it's very exciting to be able to take on-premise things and run them in the cloud. Okay, so is het evenement naar verwachting? Ja, boven verwachting eigenlijk. Boven verwachting? Boven verwachting, ja. Nou, dat is altijd goed om te horen. Goede organisatie, dus. Het is wel naar verwachting, ja. Ik bedoel, het is niet de eerste keer dat ik hier ben, dus het is altijd even goed kijken van uit de veelheid van sessies van welke je uit gaat kiezen, maar welke de belangrijkste is. Dus, Ja, ik heb wel meer bekende mensen al gezien, dus dat is goed. Ja. You know, Tech Days is a fantastic event, and if you haven't gone to it before, come next year and listen to all the sessions on Channel 9. We staan hier met Helen. Zij heeft de Tech Days georganiseerd. Helen, how did it go? It went really well, thanks a lot, Koen. We had around 2,000 participants this year, a little bit more than last year, which we're really, really happy about. The sponsors were great. I think all the sessions were amazing. We've had really positive feedback as well from the delegates. So yeah, we're really happy, basically. Okay, that's good to hear. Are we coming back next year? Absolutely, yes. As we speak right now, our closing keynote is taking place, and we will be announcing that we will be coming back to the Rye in October in 2018. So yes, we will definitely be here next year. Okay, see you next year. Dit waren de Tech Days voor dit jaar. Wellicht tot volgend jaar. Ik hoop dat iedereen ervan genoten heeft. Abonneer je op ons kanaal als je meer video's wil zien. Lees vooral de website voor de goede artikelen die we elke dag opnieuw schrijven. En tot ziens!